Ik zal er nog even eentje pakken trouwens, dat is bang voor schaduwen. Ja, tuurlijk is het logisch dat mensen, wij zien nog wel eens dingen in schaduwen of in struiken of in patronen waarin we denken van hé, dat lijkt hier wel op. Ik bedoel, kijk naar de wolken. Als je naar een wolk kijkt en je blijft kijken, dan zie je op een gegeven moment 20 verschillende dingen in zo'n wolk. En dat komt gewoon omdat wij mensen van nature jagers zijn. En wij zijn voorgeprogrammeerd om bepaalde dingen te kunnen herkennen, in bepaalde patronen te kunnen herkennen in een achtergrond. Zo kunnen we bijvoorbeeld de schutkleuren van een dier kunnen we toch herkennen als een konijn of zo in het gras zit, in het bruine gras. Dan kunnen wij op een gegeven moment kunnen we toch zien dat er een konijn zit. Of dat er misschien ergens een beer of een roofdier of iets in de bosjes zit. Dan kunnen we dat toch onderscheiden. Alleen het vervelende is dat we dat nou niet meer gebruiken. Omdat we, we zijn meer bezig met de supermarkt en met internet dan met jagen en met vluchten voor roofdieren. Maar die link in onze hersenen die blijft gewoon bestaan. En daarom zullen we ook altijd in wolken, ijsjes of gezichten, of dus maar net wat voor buien bent, allemaal dingen zien. En dat gaat volgens mij ook werken met schaduwen. Het is misschien wel leuk om daar iets mee te doen, dat schaduwen op een bepaald moment gewoon enge dingen lijken. En als je daar met je lantaarntje bij komt, dat het op zich wel meevalt. Of dat gewoon weg is. Dat kan natuurlijk ook. Schaduwen zijn alleen eng als je ze ziet. Ze stuurt met veel dingen trouwens, maar goed. Al die verhaaltjes die neem ik mee als we echt gameplay dingetjes gaan bedenken. En over verhaal gesproken, er zijn wel links en rechts mensen die mij vragen van wat is het verhaal dan eigenlijk van Darkshift? Ik heb daar nog steeds niet erg over nagedacht. Wel een klein beetje. En ik heb wel links en rechts wat dingetjes waarvan ik denk van misschien dat het die richting in moet, maar op dit moment is het voor mij nog het belangrijkste dat ik bepaalde puzzelstukken van mijn idee, dat ik die technisch gezien werkend krijg. Als ik bijvoorbeeld voor elkaar krijg dat je dood kunt gaan, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, je moet af kunnen gaan. Als je een level kunt winnen, dat je een bepaalde goal hebt, als je daar dat hebt bereikt, dat je dan je level hebt uitgespeeld. Dat je dingen kunt oppakken, dat je dingen, van alles. Die standaard dingetjes, in de gamewereld noemen ze dat natuurwetten. Die dingen die moet ik gewoon maken. En ik moet erachter zien te komen hoe ik die dingen maak. En die zijn zo belangrijk dat ik daar eigenlijk van afhankelijk ben. Als bepaalde dingen mij niet gaan lukken, dan moet ik of iets anders verzinnen of ik moet mijn idee aanpassen. Dus in dergelijke mate is dat wel heel belangrijk. En een verhaal is ook belangrijk, maar dat kan ik er daarna nog omheen vouwen, als het ware. Je kunt heel het project kun je nog in een verhaal gieten. En het enige wat ik even wilde zeggen is dat ik wel een klein verhaaltje in gedachten had, maar eigenlijk nog niet benoemenswaardig. Ik wilde eerst gewoon dat je alleen thuis was en dat je dan in het donker bijvoorbeeld naar het toilet moet. Maar eigenlijk is het, je moet dan zo'n gigantisch huis hebben. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En meestal zijn het wel zo'n dingetjes dat als je 's nachts naar het toilet moet, dat de momenten zijn dat het eng wordt. Maar ik zit er een beetje aan te denken om dat misschien toch iets naar een ander niveau te tillen. Om bijvoorbeeld het geheel van in het donker zijn. Misschien dat er wel echt iets in de kast zit. En misschien dat de kast wel een deur is. Of dat je als personage een deur vindt naar een andere wereld. En dat je daar op een gegeven moment gevangen zit. En misschien dat in die wereld wel iedereen bang is in het donker. Ik weet het niet. Ik roep maar even dingen. Maar snap je dat het gewoon iets groter wordt dan alleen in een huis rondlopen en dat je naar de badkamer moet. Want laten we eerlijk zijn, dan kunnen we geen 4 levels meer vullen. Dat is wel erg. Het wordt heel saai en op een gegeven moment dan gaat de geloofwaardigheid er ook een beetje vanaf. Dus dan moet ik even naar kijken wat ik daarmee doe. Daar kom ik nog op terug en in een volgend filmpje gaan jullie dat nog wel zien. In ieder geval, het verhaal komt nog. Ik laat dadelijk hier even een filmpje zien.
dat laat ik echt niet hierop zien. Dat gaat gewoon fullscreen. Alleen ik vond dit wel even leuk om erbij te houden. Ja, in het filmpje heb ik wat lichteffecten toegevoegd. En je kunt straks gewoon zien hoeveel eigenlijk gewoon een beetje licht kan doen voor een voor het uiterlijk. Jullie hebben de Walk Cycle gezien, jullie hebben gezien hoe mijn personage er een beetje uitziet, jullie hebben het lantaarntje gezien. Maar één lichtpuntje in een donkere omgeving, het ziet er al zo gruwelijk veel beter uit en er zit zoveel kracht en zoveel sfeer in het beeld wat je dan te zien krijgt. Dat, nou, ik zal het dadelijk laten zien, dat is echt ongelofelijk, dat is gewoon niet normaal. Gewoon van een simpel lichtpuntje. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het is gewoon een dingetje, een stuk in de game wat licht geeft. En dat is het enige wat het doet. Maar omdat het meebeweegt met de lantaarn en met de arm van het jongetje, het geeft heel veel sfeer en het zet heel erg de setting van de game heel sterk naar voren. En je krijgt al echt een beetje het gevoel van, oh, dat is toch een beetje creepy. De omgeving, nou goed, ik zal dat straks onder het filmpje allemaal uitleggen. De trage pace. Je loopt heel voorzichtig. En mensen vroegen mij van, je loopt dan heel langzaam door zo'n ruimte of door zo'n level. Maar wordt het dan niet saai? Ja, dat klopt. Het kan saai worden, maar ik denk dat het concept op een gegeven moment staat of valt bij de gameplay en bij het level design. Als jij je level goed aankleedt en je zorgt dat je om de zoveel tijd gewoon iets te doen hebt of iets moet doen of dat er in ieder geval een lichte druk op je ligt, dan blijf je ook bezig en dan heb je geen momenten dat je alleen die loopknop in moet drukken en maar moet gaan wachten en denk van nou, duurt wel lang zo. Ja, dan wordt het natuurlijk saai. Dus dat is gewoon denk ik een kwestie van je level goed inrichten en zorgen dat je speler gevoed wordt met genoeg gameplay. Komen we later, veel later, komen we daar nog op terug. Ik ga in ieder geval de komende tijd ga ik mij richten op kleine interactiedingetjes. Ook mede ga ik die maken met jullie verhalen, jullie ideeën en jullie input die ik heb gekregen via e-mail en zo en via gesprekjes. Ik probeer eigenlijk jullie verhaaltjes een beetje tot werkelijkheid te maken. Te kijken of ik dat in een game kan simuleren, dat gevoel. En dan gaan we eens kijken of dat we daar leuke dingen mee kunnen maken. Of dat we daar echt mee interactie mee kunnen hebben. Dat is in ieder geval voor mij de volgende stap.